Dit geloof je niet. Ik was dus lekker op Magnemites aan het hunten zoals je zag. Even hier kijken of er een shiny Magnemite is. Nee, die was er niet. En ik wilde mijn tentje hier aan de zijkant op gaan zetten. Tot er opeens iets groen spande daar rechts. Achterin. Maar deze heb ik al. Wat moet ik met nog een Marill? Hoe kan het dat als ik op een andere Pokémon aan het jagen ben, dat ik dan tot twee keer toe een shiny Marill tegenkom, waar ik helemaal niet op aan het hunten ben? Ik snap er helemaal niks meer van. Maar ik had hem wel gevangen. Dit is mijn shiny Azumarill. En dit is mijn shiny Marill. En op Instagram stelde ik de vraag of ik deze mag wisselen met de shiny Pokémon die ik heb in Pokémon Scarlet. Jullie vonden van wel. Maar toen gebeurde dit. Ik dacht, nou ja, volgens mij is mijn streak nu wel klaar. Kan ik het wel opgeven met Magnemite? En toen, daar, opeens, een geel-gouden Magnemite. Dit was mijn dag. Binnen 5 minuten had ik 2 shinies te pakken. Alhoewel, ik moest deze natuurlijk nog wel even gaan vangen. En in de vorige video zei ik jullie al dat ik heel graag een Steel-type Pokémon in mijn team wilde hebben. Dus hoe vet zou het zijn als ik straks een Magnemite vang, een Shiny Magnemite, en die naar Shiny Magnezone kan gaan evolueren. Ja! Ik heb hem gevangen. En dus hebben we weer een nieuwe shiny Pokémon in mijn team. Een shiny Magnemite. Een Electric en Steel type met Electric als Terra type. Hij kent op dit moment Thundershock, Electro Ball, Gyro Ball en Spark. En hij heeft de Sturdy ability, dus hij kan niet in één keer gesloopt worden. Ik heb eventjes wat candies gefarmd. En die gaan we allemaal aan Magnemite geven. Hoppakee, 11 Experience Candies S gaat hij gelijk van naar level 25. En 3 Experience Candies M, die gaan ook naar hem toe. En nu is hij level 29. Oh. En Shiny Marill is even heel eenzaam in de box. Ik wil die eigenlijk niet gebruiken. Ik wil niet 2 dezelfde. Zullen we richting de Normal Type Gym gaan? Oeh, ik heb een Muscle Band. Die wil ik aan een Azumarill geven. Want die heeft al Belly Drum, waardoor zijn attack geboost wordt. En hiermee wordt zijn attack nog meer geboost. Oh, super lekker. Die raap ik hier gewoon even random op, joh. Doe trouwens even de duimpjes omhoog als je Magnemite en Magneton en Magnezone vooral heel erg goed vindt. Want ik hou heel erg van Magnezone. Laat even weten in de reacties wat je ervan vindt. En abonneer je op dit kanaal als je dat nog niet had gedaan, hè? Want dan krijg je bijna iedere dag Nintendo-video's. Is dat de stad met een normal type gym? Ja, volgens mij wel. Ik moet nog wel wat trainen van tevoren eigenlijk, hoor. Oh, oei, kijk eens, Scyther. Misschien kan Magnemite hem wel pakken. Oké, hij zit lekker zijn snelheid te boosten. Ik doe Spark, maar misschien had ik beter die andere move kunnen gebruiken. Oh, ga je me nou slaan? Ga je me nou slaan met je double hit? Oké, Scyther. Waarom ben jij trouwens niet shiny? Als je shiny was, had ik je mogen vangen. Dat had super tof geweest, shiny Scyther. Oké, ik verwacht dat ik hier wel lekker XP'tjes van krijg. Hier kan ik misschien wel even een klein beetje trainen. Hatse flats, Thundershockey. Oh, het begint ook te regenen, joh. Lekker, man. Kijk, 581. Ja, dan is die al level 30, onze Magnemite. Ja, hoor. Daar gaat hij. Ja, lekker dit. Oh, hij wil gelijk Tri-Attack leren. Ja, mijn special attack is super hoog, dus dat wil ik wel. Ik denk dat ik dat in plaats van Electro Ball ga doen. Heb ik trouwens een Thunderstone? Oeh, die heb ik nog ook. Oh, lekker. Dan kan ik hem gelijk door-evalueren naar Magnezone. Hoppakee, hebben we hem gelijk, hoor. Shiny Magnetonnetje wordt gelijk een Shiny Magnezone in deze aflevering. Kijk hem. Ik hou van deze Pokémon. Deze Pokémon heb ik vaker gebruikt. In mijn playthroughs. En ik vind het echt oprecht een hele goede Pokémon. Dus ik ben hier heel blij mee dat we deze hebben weten te vinden. Ja, super dope. Woe, lekker man. Kijk even naar dit shiny teampie. Magnezone, Blissey. Straks hebben we een Dragapult, een Jumpluff en een Azumarill. Dit is echt een heel goed team, hoor. Ik vind het best sick dat we precies deze shinies hebben gevonden. Want hier kunnen we echt wel wat mee. Hallo, mag ik even tegen jou trainen? Ik wil even mijn shiny Magnezone uitproberen. Oh, trouwens, ik vertelde net dat ik misschien dus die Marill wil gaan ruilen tegen een shiny Pokémon die ik heb in mijn andere game, in Pokémon Scarlet. Die heb ik namelijk ook zelf nog gespeeld. Ik bedoel dan niet per se de playthrough op YouTube. Want ik heb zelf ook een stuk of 20, 25 andere shiny Pokémon nog. Maar ik twijfel. Misschien wil ik me gewoon nog een keer gaan hunten en dan zelf gewoon in deze game eigenlijk de 6e shiny gaan vinden. Dat voelt voor mij toch beter. Maar laat even in de reacties weten wat jij zou doen. Doei de Denne. Oh ja, ik krijg hier wel XP'tjes van, hoor. Hey. Ja, ik moet mijn team eigenlijk even helemaal naar level 36 zien te krijgen. Want de Pokémon in de Normal Type Gym zijn level 35 en level 36. Ik weet niet of ik dat allemaal ga redden. Misschien moeten we de uitdaging aangaan met iets minder sterke Pokémon. Tot nu toe ben ik wel heel blij met mijn Magnezone, hoor. Woe. Ik vind hier nu trouwens leftovers. Daarmee heal je elke beurt een klein beetje. En die ga ik nu geven aan Blissey. En ik koop nog even de Wise Glasses voor Magnezone. Want dat boost
zijn special attack. Weet je wat? En dan geven we Dreepy de quick claw, omdat hij nog niks heeft. Larry, ik kom eraan! Nou, voor Larry moeten we natuurlijk die puzzel oplossen. Moeten we een speciaal gerecht gaan bestellen. En daarvoor moeten we nog een aantal persoontjes verslaan. Nou, helemaal top. Magnezone. Thundershock. Oh, Gumshoes doet Superfang. Maar die raakt mij lekker niet. Oh, dat is lekker. Daar ben ik blij mee. Superfang, die pakt altijd de helft van je HP namelijk. Dat is heel irritant. Oh, Mudslap moet ik wel voor uitkijken, oppassen. Ground-type moves zijn namelijk 4 keer super effective. Ik had liever een Magnezone gehad met de ability Levitate. Want dan kan je niet geraakt worden door ground-type moves. Dat is super chill. Want dan heb je je weakness ook gelijk gecoverd. Helaas hebben we die niet. Maar het is oké. Okay, het is oké. Okay. En de Tri-Attack eigenlijk wel beter is. Is om te gebruiken. Oh, nou, dat valt mee. Ja, Greedent is natuurlijk wel een goede verdediger, hè? Ah, ik mis ook mijn aanval nu. Oké. Nou, hij doet counter, dus hij mist mij ook. Pak hem, pak die Greedent. Oh, Greedent gaat voor Body Slam. Maar ja, is not very effective. Lekker voor je. Mis ik nou weer? Waarom mis ik zoveel opeens? Kom op, Magnezone met je blauwe oog. Je gaat bijna verliezen van Greedent, hè? Weet je wat? Ik pak Azumarill wel even. Let's go, Azumarill. Oeh, mis ik nou ook met Azumarill? Wat is er met deze Greedent? Ik bedoel, die Greedent is toch best wel groot? Die valt toch niet echt te missen? Waarom mis ik de hele tijd? Deze battle duurt veel te lang. Dat had te lang klaar moeten zijn. Oké, bye Greedent. Afgelopen nou. Oh, drillrun. Oké, die vind ik niet leuk, jongens. Het zou nog best wel eens een moeilijke gym kunnen worden. Tenzij ik Azumarill inzet. Die kan het wel handelen. Kijk, hoppakee. Oké, misschien moet ik gewoon nog niet Magnezone gebruiken voor deze gym. Als die dit soort moves gaat gebruiken. Magnezone wil wel Flash Cannon leren. En dat is wel super chill. Ik denk dat ik die beter kan gebruiken dan Gyro Ball. 80 power, special attack. Ja, die wil ik. En dan nog even de XP pakken van deze mevrouw. Deze mevrouw heeft een Ursa Ring. Ja, die Play Rough is nu wel echt overpowered, jongen. Mijn attack is al gedubbeld en ik heb die Muscle Band. En mijn attack is sowieso al super hoog. Die Azumarill. Azumarill is fraude, man. Deze Azumarill is gewoon een cheat. Dit is niet normaal. Oh, dit is toch niet normaal? Hoe gemakkelijk deze Azumarill die Ursa Ring heeft uitgeschakeld. Wellicht moet ik gewoon een Shiny Azumarill Only Challenge starten, aangezien ik er nu toch al 2 kan krijgen. Hallo, ik wil graag een speciaal gerecht bestellen. Ik wil graag de gegrilde rijstballen. Medium Fire Blast style. Met daarbij graag lemon. Oftewel, ik wil battelen tegen Larry. Hallo meneer. Een van de leukste gym leaders ooit in een Pokémon game, toch wel hoor. Gewoon de normale man Larry, let's go. We beginnen tegen Komala. Eens even kijken of Shiny Azumarill die net zo snel uit kan schakelen als die freaking Ursa Ring van de net. Oh nee, ga me nou niet laten slapen. Hij gaat me Azumarill buitenspel zetten. Dat vind ik niet oké. Oh, en ik mis nog ook. Oké. Dit gaat gelijk al fout, hè? Dit gaat gelijk al fout. Ik ben hier niet blij mee. Come on, play rough. Ja, en dan schakel ik hem ook niet in één keer uit, zo te zien. Ja, nu val ik in slaap. Heb ik nog een awakening ergens? Ja, ik heb er 5, oké. Dus ik kan me Azumarill wel wakker maken. Maar ja, ik krijg op deze manier wel klappen. Hij doet nog een keer slam. Ik wil nog een keer play rough. Hij gaat me weer laten slapen. Ja, dat doet hij wel slim hoor. Ik denk dat Azumarill misschien wel mijn beste Pokémon is. En die zet hij toch een klein beetje buiten spel op deze manier. Ik moet nu schakelen naar andere Pokémon. Oké, die gaan er 2 level omhoog. Moeten nu tegen de Dunsparce. Ja, dan moet ik dus niet Magnezone gaan inzetten. Dat hebben we net wel geleerd. Die is alleen weak tegen fighting moves. Ja, die heb ik niet. Laat ik dan Jumpluff maar eens gaan proberen. Dat is de Pokémon met het hoogste level in mijn team. Gaan we denk ik maar gewoon voor Mega Drain of zo? Ja, dit gaat niet zo snel. Ik was hier al bang voor. Oh, hij doet glare. Nu ben ik paralyzed. Oh, kijk, daar gaat hij met zijn hyper drill. Daar gaat hij met zijn hyper drill. Ja, die doet wel pijn hoor. En ik ben weer paralyzed. Deze gym wordt wel vervelend. Hij is een normal type gym leader. Maar op een of andere manier doet hij allemaal status effects op mijn Pokémon. Waardoor ik gewoon niet zo heel veel kan doen. Kijk, Jumpluff gaat down. Ik laat hem ook gewoon down gaan, denk ik. Oké. Ja, en nu? Gaan we weer de verdedigingstactiek doen met Blissey, zoals we die al vaker hebben gedaan? Die Hyper Drill, hè, dat is een physical attack natuurlijk. Oh, die doet mij echt veel te veel zeer. Ja, aan Blissey heb ik op deze manier ook niet zoveel. Ben benieuwd of ik een tweede overleef. Nee, ik denk het niet. Ik denk niet dat dat hem gaat worden. Azumarill gaat zeker in slaap vallen nu. Of gaat Azumarill het overleven? Ja, ik word gewoon weer geglared, potverdorie. Play rough, let's go! Het is tijd voor een full restore voor Azumarill. Ik heb veel te veel problemen met deze normal type gym.
dit is echt niet grappig. Als ik ook gewoon maar één fighting move had, dan zou dat heel chill zijn. Oké, okay, mag ik eerst? Ik mag niet eerst. Hij gaat me weer paralyzen. Jij vervelende Vervelia. Oké, okay, maar de Dunsparce is wel weg. Hele nare Pokémon. Nu moet ik tegen Staraptor. Ja, dat moet toch wel lukken met Magnezone, jongens. Daar is die weer. Ja, deze Pokémon heeft me echt in het verleden heel veel problemen bezorgd. Maar we gaan het gewoon proberen. Terrestrializen en dan Flash Cannon of zo. Daar gaan we, Larry. Daar gaan we. Iedereen raakt helemaal opgewonden hier zo. Iedereen wil deze battle zien. Oh, maar alle normale mensen komen hier lekker normaal juichen voor hun normale gym type leader, trainer ding genaamd Larry. Die het me toch weer moeilijk maakt met zijn normal type Pokémon. Het is ongelooflijk. Oké, okay, hij is sneller. Dat vind ik niet leuk. Dat vind ik totaal niet leuk. Daar hou ik gewoon niet van. Laat mij gewoon lekker sneller zijn, joh. Eens even kijken wat mijn gloednieuwe Pokémon gaat bakken van deze battle. Tegen Staraptor, die altijd vervelend is. Eerlijk is eerlijk. Toch wel nog steeds een van de betere Pokémon. Hij gaat voor Façade. Oh my gosh. En dat sloopt mij gewoon voor de helft. Dat is zo niet fijn. Ik sloop hem ook voor de helft. Ik denk dat die Facade blijft gebruiken. Ik kan nu wel een Super Potion gebruiken, maar ik denk niet dat het, ja, dat het echt heel erg uitmaakt. Dan moet ik zijn Facade move helemaal gaan uitputten. Maar ja, dat gaat hem niet worden. En daarom wil ik dus altijd sneller zijn. Potverdorie. Ja, en dit is nog wel een ding, hoor. Ik ga dit gewoon bijna verliezen, denk ik. Ik hoop dat Azumarill gewoon iets kan overleven en hem één keer kan raken en dat dat hopelijk dan genoeg is. Ik ben paralyzed, dus de Raptor gaat sowieso weer als eerste. Hoeveel pijn gaat deze Façade doen op zijn hoofd? Oké, okay, hij overleeft het. Nu moet ik hem raken. Ik doe play rough. Ah, nee! Hij houdt 1 HP over. Dus ik moet weer gaan hyperpotionen. Waarom is deze gym battle toch altijd zo vervelend? En waarom gaat de helft van mijn HP er nu vanaf? Ik ga dit alsnog verliezen, denk ik gewoon. Ik kan dit dan niet winnen. Als dit zo gaat, kan ik dit niet winnen. Dit is niet oké. Okay. Wat doet die move ook alweer? Oh, dubbele power als ik paralyzed ben. Oh, dat was het. Dus ik moet gewoon even paralyzed heal gebruiken. Freaking Larry, jij smiecht. Jij smiecht. Dus ik ben nu cured en nu gaat hij niet zoveel damage doen, deze move. Wel. Het gaat erom of hij paralyzed is. Ik ga dit niet overleven. Drippy heeft de Quick Claw. Ik kan een risico nemen om te proberen aan te vallen. Ik kan Quick Attack doen. Ik kan Quick Attack doen. Drippy is de held. Drippy heeft Quick Attack. Wat een baas. Ik wist niet eens meer dat hij die move had. Anders had ik hem misschien... dan had ik er beter op kunnen vertrouwen. Oh, dit is te grappig. Drippy heeft het gewoon gefixt uiteindelijk. Voor het shiny teampy. Wat eigenlijk toch een beetje underleveled was. Ja, voor die Staraptor gewoon weer. Hè. Altijd weer die Staraptor. Maar de Dunsparce was ook vervelend. Zijn Pokémon zijn vervelend. Komala was ook vervelend. Kom nou maar gewoon op met die badge. Want jij maakt hem altijd lastig. Ongelooflijk. Nou, ga lekker hapje eten. Nom nom nom. Ja, en nu moeten we dus naar de Poison type Team Starbase. En dat is ook een probleem. Dat is ook een probleem voor mijn team. Nemona wil battelen. Dus we weten waar we de volgende aflevering mee gaan beginnen. Als je dit weer een leuke en spannende aflevering vond, doe het duimpje omhoog. Want spannend was die sowieso. Vergeet niet te abonneren en dan zie ik je gewoon weer bij de volgende. Mazzel!